Paul Gutgels, de centrumspits die is aangetrokken nadat hij bij PSV bankzitter was geworden. Johnny Dusbamba, de man die overgekomen is van Standaard Luik, is nog niet opgenomen in de basis. Hij zal volgende week pas spelen. Bij Ajax is weer van de partij Johan Cruijff, de grote regisseur. En dat gaat voorlopig ten koste van de Deen Jan Mølby. De scheidsrechter is Keizer. Ajax in de bekende tenue spelend op dit moment in balbezit via Søren Lerby aanvoerder. Achterna gezeten door Koos Waslander en de eerste vrije trap in deze wedstrijd is voor Ajax. Tempoloze wedstrijd. Cruijff, nu wat meer snelheid. Olsen, 1-2 met Cruijff mislukt. Van Veen dan. Rijkaard. Druk van Ajax. 1-2 met Van Veen. Dat dacht iedereen, maar Van Veen doet dit. Lang niet slecht schot van Leo van Veen, deze man met nummer 2. 15 minuten gespeeld. Molenaar inderdaad langs de zijlijn. Nog niet bekend voor wie die erin komt. De Schepper. Speelde vroeger in Genesis 2. Lerby en Van Veen. En dit is Rijkaard. Jesper Olsen. Vastgehouden door Neeskens, maar er is die kleine Deen veel rapper langs. Knap 1-2 met Schoenaker. Olsen dan en doelpunt. Knappe aanval van Ajax. Zo moet het ook. Olsen aangetikt. Gefeliciteerd wordt hij daardoor Lerby en Vanenburg. En de 1-2 met Schoenmaker was doeltreffend. Het is 1 over Ajax in de 21ste minuut. De kroon achter de bal. Bijna 25 minuten gespeeld. Ajax leidt dus met 1-0. Kopbal Frank Rijkaard. Geels kan doorkoppen. Daar was Van Schrijnder, maar ook Piet Rijvers. Edo Ophof wordt daar tegen de grond gewerkt. En ook Piet Schrijvers is geblesseerd. Lerby. Even een moeilijk momentje voor het doel van Schrijvers. Het gebeurde niet vaak vanavond. 35 minuten gespeeld. Cruijff aan de bal. Kort breedte paasje op Olsen. Maken van het doelpunt. Van de bal afgezet. Vrije trap voor Ajax. Cruijff gebarend. Neemt die bal ook. Buitenkant Schoen. Te hoog voor Schoenaker. Daar is Rijkaard. Schitterend schot van Rijkaard. Bal plofte net op de grond voordat Quintus van der Meulen er met zijn handen bij wilde komen. En het is 2-0 voor Ajax. Nog 5 minuten in de eerste helft. Zonder dat het echt aandringt staat Ajax al heel gemakkelijk met 2-0 voor. Hij kan dus spelen als God in Frankrijk. En u weet wat dat betekent sinds ongeleden woensdag. Peter Boeven. Goeie paas op Dick Schoenaker. En inderdaad, het is 3-0. Schitterende voorzet van Boeven. Bal op het hoofd van Dick Schoenaker. Die knikte en het is 3-0 voor Ajax. De 22 gaan er weer aan beginnen. Het zijn dezelfde 22 als voor de rust. Met andere woorden, geen wijziging in de opstellingen. Aan de bal is Frank Rijkaard. Vanenburg en Johan Cruijff. Stuurt daar Frank Rijkaard weg. Had Kreine overgekomen. Kon niet terug op zijn keeper. Joren verslikt zich. Cruijff. Oh, tegen de paal. Wat een schitterende trap had Cruijff daar in de benen. Buitenkant voetje. Bijna doeltreffend was hij. Derde minuut, tweede helft. Corner van de Schepper. Op het hoofd van Ophof. Kreine. Doorgelopers van de Borgt. Schrijvers eruit. En dat doet hij goed. Piet Schrijvers. Vallend en vooral opstaand. En dan werkt hij die bal toch uitstekend weg. Met grote hilariteit en bewondering ook van het publiek. Applaus dus voor Piet Schrijvers. Dit is Van der Borgt. Cruijff. Van de bal afgezet. Van der Borgt weer. Goed breed naar de Schepper. Bedoeld voor Geels. Die kwam er niet aan. En toch net naast gekopt. Guus van der Borgt was dat. Dit had een doelpunt verdiend deze aanval. Geels kwam er net niet aan. Van der Borgt wel. Bal net naast. Boeven. Jesper Olsen. Die is er langs. Langs Neeskens.
Jesper Olsen, ook langs Krijnen. Wat een schitterende bewegingen. Weggekopt dan door de kroon. Frank Rijkaard, Winters van der Meulen ook goed. Dan is die bal nog niet weg. Vanenburg en Schoenaken. Van der Meulen, tikkend. Niet weggehaald door de schepper. En nog eens die aanval niet weg van Ajax. Olsen, weggehaald dan. En dan ruimte voor NAC. Guus van der Borg. Wat een schitterende bewegingen trouwens van Jesper Olsen. Kijken we dan naar de aanval van NAC. Van der Borg en Schrijvers. En dit was een goede minuut in Breda. Eerst een goede aanval van Ajax. En dan goed werk van deze Piet Schrijvers. Op je vingers fluiten. Wisselen, zegt hij. Mulby erin. Cruijff gaat eruit. Die heeft zijn werk gedaan. Strooide weer kwistig met paasjes om er maar eens een gemeenplaats te gebruiken. En verdient hier het applaus van het Bredaanse publiek. Hij was weer het brein op het middenveld bij Ajax. Erin gekomen is inmiddels de Deen, de derde Deen bij Ajax, Jan Mulby. Krijnen met de paas. Weggewerkt Leo van Veen. Meeskens brengt die bal weer in. Schoenaker. Je had erop kunnen rekenen. Uitglijden daar in die plassen. De kopbal van Van der Borg. Die sterk is in de lucht trouwens. En weer is daar Piet Schrijvers. Een van de laatste aanvallen. Kieft. Schoenaker. En opnieuw Kieft. Dan Ajax nog maar een keer. Willem Kieft. Uitwijkend en verkeerd schietend. Tijd gelijk ook. Einde van deze bekerstrijd. NAC Ajax eindigt in 0-3. Door doelpunten allemaal in de eerste helft gescoord. Door Jesper Olsen, Frank Rijkaard en Dick Schoenaker. En Ajax hoefde niet eens aan te dringen om hier heel gemakkelijk te winnen.